De uitstroom bij het defensieapparaat is vele malen groter dan de instroom. Dit vertelde defensieminister Krishna Kumari Mathura vandaag tijdens een persconferentie over de actualiteiten bij de organisatie. Ze geeft aan dat de uitstroom een trend is van de afgelopen jaren. En dat is niet alleen vorig jaar, ook de jaren ervoor. Vorig jaar hebben we een uitstroom gehad van 248 mensen. En instroom van 3 mensen die overgeplaatst zijn van andere ministeries. En we hebben eigenlijk niemand in dienst genomen. En dat hebben we ook, tot nu toe hebben we volgens mij 5 of 6 mensen in dienst genomen bij Defensie. Maar uitstroom is echt groot. En als we kijken dus naar de uitstroom, dan zijn het om 3 zaken waarin mensen weggaan. 1 is pensioen. En we hebben dit jaar qua pensioen gehad 72 mensen met pensioen gegaan. 6 vervroegd pensioen vanwege de public sector reform, het programma vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. De minister geeft verder aan dat de grote uitstroom een zorgpunt is op dit moment. Ze geeft aan dat er nu wordt gekeken hoe de motivatie van het personeel kan worden verbeterd. Hoe kunnen we ons personeel behouden? En een van de redenen wat we merken is dat natuurlijk het salaris een hele belangrijke component is. De beloning. Want wat we doen is, we hebben maatregelen getroffen van hoe kunnen we het personeel beter motiveren. Mathura zegt dat er een grote uitstroom is, ondanks maatregelen om dat te voorkomen. Volgens haar kiezen veel mensen voor een overplaatsing naar andere organisaties.